De regering geeft wel prioriteit aan de waterproblematiek, zei vicepresident Ronnie Brunswijk woensdag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Brunswijk stelt geen oordeel te zullen uitspreken over de opmerking van SWM-directeur Clifton Linga dat de regering geen prioriteit geeft aan dit vraagstuk. Je hebt de minister die daarover gaat en minister Biamouf was duidelijk. Maar wanneer zeg ik dat de regering geen prioriteit geeft aan waterproblematiek, dan zeg ik dat het niet waar is. Want deze regering, wat wij voorstreven, is dat wat betreft elektra en maar vooral water, dat je daar wil of niet, dat je daar aan prioriteit gaat geven. En daar hebben we duidelijk gezegd dat de regering prioriteit stelt. Ja, er is zelfs ombekoeding gemaakt van 7,5 miljoen die gegeven moeten worden. En een of andere manier is dat nog niet gegeven. Of het nog nou ligt bij financiën of het ligt bij SWM zelf. Want u weet het, wanneer je 7,5 miljoen moet krijgen, dan moet je alles toch in orde zijn. Dus ik weet niet waar het vast is gelopen. Volgens Brunswijk is er door de regering al een bedrag van 7,5 miljoen SAD goedgekeurd en gereserveerd ten behoeve van het aanpakken van de waterproblematiek. Het waterpark dat de Paramaribo Noord wordt opgezet, wordt niet door de overheid bekostigd, benadrukte de vicepresident.